Dit zijn je vrienden van Radio Veronica. Dan is het 23 december 2010. Dan begint 2011. Begint heel snel. Maar wat zijn dan de trends voor 2011? Daar heb je trendwatches voor. Er eentje aan de telefoon. En niet zomaar iemand. Het is Richard Lamp van trendwatcher.com. Dat is de man die de afgelopen jaren de financiële crisis voorspelde. Maar ook de iPad zag aankomen. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen. Radio bestaat nog gewoon in 2011, hoor. Ah, gelukkig. Okay. Nou, hey, bedankt. Kijk, tot ziens. Als je lamp heet, heb je het licht gezien, hè? Zo en, is het. En, maar wat staat er nog echt... Wat gaat er echt gebeuren? Wat is hot, wat is not? Ja, wat is hot, not? Nou ja, wat ik leuk vind, als je een beetje naar de gadget-achtige dingen kijkt... Je krijgt bijvoorbeeld... Allerlei dingen waarmee je wat op je computer gebeurt naar de televisie kan brengen. Dan heb je Apple TV, Google TV, PC on TV, dat is allerlei volop een ontwikkeling, ontwikkelingen. Hè? Ja. Die kant op de tablets. Het wordt echt een tabletjaar. Hè, van, ik zal niet alle merken hier noemen, maar er zijn eigenlijk twee leidende merken in Nederland. Verder gaan we in schilderijlijstjes levende bloemen in onze kamer hangen. Levende bloemen, gewoon zo'n boeketje. En dat is dan in een schilderijlijstje geprakt, zal ik maar zeggen. En dat geef je af en toe water. En dat hang je dus aan de muur. Wat ook een hele leuke is... Vind je het erg als ik dat niet doe? Dat ik het gewoon bij vazen hou? Dan ben ik dan helemaal uit. Come on. We gaan wel richting 2011 nu, hè? Ja, dat is waar. Sorry. Ja, ik had nog weten wat in 2012 met het Songfestival gaan doen, trouwens. Verliezen? Niet winnen? Ik sla me over. Ik zeg niet alles wat ik zie aan. Hey, maar weet je wat ook heel erg leuk is? Want een beetje het kidpreneurship, de jongeren die aan het ondernemen slaan in 2011. En een voorbeeldje daarvan zijn twee gastjes. Die hebben de How You Bag schooltas gemaakt. En bag natuurlijk op zijn Engels gespeld. En leuke woordgrap. Kan niet anders. Ja, geinig. Daar hebben ze vast heel lang over nagedacht. Ze kunnen zo bij de radio. Tijdens het coma zuipen, ja. Inderdaad. Nou, dus dat zijn een beetje de leuke producten. En verder, ja, eerlijk gezegd, economisch is het niet helemaal super natuurlijk het komende jaar. We gaan een beetje downsize. We willen alles nog wel. We willen wel lekker uit en noem het maar op, maar allemaal net even een beetje minder. Dus dat gaan ze wel merken, bijvoorbeeld in de horeca. Ja, bedankt. Ik zag ook dat wat is porno? Ja, dat moet jij toch wel weten eigenlijk. Ja, dat moet jij toch wel weten. Nee, zeg. Porno is in principe een soort vrouwvriendelijke vorm van porno. Wist jij dat, Henk? Ja, natuurlijk weet ik dat. Hoe weet jij dat nou? Nou, omdat iedereen dat weet. Behalve vrouwvriendelijke porno. Dat wil zeggen dat de close-ups van de geslachtsdelen iets vager zijn. Maar je ziet het allemaal nog goed, hoor. Eigenlijk een beetje de softporno van vroeger, maar dan net even anders. Ja, iets minder schaamhaar. Geen Alpen, gevrij in Alpenwei en avontuurtjes in Tiroler schuurtjes. Maar je weet er meer van dan je net suggereert. Van vroeger. Nee, maar porno. Ja, nee, oké. Okay. Maar dat is porno. Dat wordt in. Ja, nee, dat kan niet anders. Want je ziet dat alle kabelnetwerken en zo, die willen toch subtiel dat soort spul aanbieden. En die snappen ook wel dat je niet helemaal hardcore kan gaan voor de families thuis. Dus die komen dan met porno-achtige oplossingen. Oké, wat is Wamtam? Wamtam, dat is wel gaaf. Je kent de chip die je kan inspuiten om te betalen bij bepaalde clubs als je uitgaat. Ja, er wordt onder de huid een chip geplaatst en dan reken je eigenlijk af. Dan doe je met je arm even waaien of ze scannen je. Dan krijg je een injectie voor om te kunnen betalen. Juist. Ik vind het altijd pijnlijk om te wachten natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus heb je ook Wamtam inmiddels. Wamtam. En dan doe je je vinger als het ware in een soort klein kastje. En die kijkt niet naar je vingerafdruk, maar naar die aders die door je vinger lopen. En dat schijnt ook een uniek patroon te zijn. Dus dat kunnen we in ieder geval in 2011 verwachten. Oh, dan kun je met je aders betalen. Dus dat is, nou, in feite, als je dat betaald hebt, is je soort aderlating. Ja, jij bent echt wakker, man. Ja, maar weet je wat? Ik hoop dat echt uit is in 2011 zijn kerstkaarten die via je e-mail worden verstuurd. Of ja, per nou, sms. Je, ik hoorde gisteren iemand van het grote postbedrijf dat ook zeggen van de elektronische kerstkaarten, dat is helemaal over. Maar laten we heel eerlijk zijn, is het echt over? Misschien wil je dat wel als postbedrijf, maar dat is het natuurlijk niet, hè? Ja, maar het is zo veel goedkoper dan en laten we nu eens zeggen, dan moet je een kaartje kopen, dan moet je een post zetten. Ja, maar dat is veel leuker, veel persoonlijk. Nee, maar als je zo'n e-mail krijgt, dan zie je dat het gewoon aan 100.000 andere mensen ook gericht is. En je bent een van de ontvangers. Het scheelt pakweg een euro. Ja, maar doe het gewoon niet. Mensen moeten Maar je moet meer persoonlijk gaan natuurlijk. Ja, persoonlijk. Als je kaartje stuurt via het web. En dat zie je sowieso, alles wordt persoonlijk. Ook 3D-dingetjes die je kan laten printen. Je ontwerpt iets op je computer, je stuurt het in en je kan het als cadeautje aan iemand toe laten sturen. Wat en dat leuk. Kan van alles zijn. Hè? Dat kan een klein hoofdje zijn of een sieraad of wat je maar kan bedenken. Kan uiteindelijk drie een hele leuke bosbloemen in een lijstje. Ja, inderdaad. Ik hoor het al. Je bent al helemaal 2011 aan het worden. Hé, maar wat is nou definitief uit?
Wat is helemaal uit? Nou, ik moet je eerlijk 2011, die zegt, als je dat doet, ziet, de fakkels een hooivork wordt land uitgejaagd. Nee, nou, wat je een beetje zal zien is dat er in verhouding minder bezoek komt naar de grote hamburgertenten. En dat mensen weer terug gaan vallen naar hun lokale snackbar. En qua kosten, maar ook qua herkenbaarheid. Dat ze tenminste weten, als mensen binnenlopen, van hé, daar heb je Piet weer en die moet altijd een patatje oorlog of een kapsalon of noem het maar op. Okay. Ja, oh, dan ben ik een voorloper, want dat doe ik al jaren. Ja, je bent een trendsetter. Hoe zie je dat? Ik zeg dankjewel Richard Lamp, trendwatcher.com. Ga zelf even kijken, dan weet je wat je te doen staat. Dankjewel Richard. Bye bye, fijne tot volgend jaar. Fijne stofwisseling. Alvast. Goed. Zometeen Bart van Leeuwen bij Radio Veronica.